Jullie zijn een voorbeeldig publiek. Muisstil. Ik ben de laatste dichter alweer, geloof ik. Dus nog 6 gedichten geduld. En dan krijgen we wel anders. Ik lees wat gedichten voor uit mijn laatste bundel, Een steen openvouwen. En die is geïnspireerd door mijn voltijd kantoorbaan en een beetje het journaal. Contract. Ik ben vandaag in dienst getreden van het goede, met inzet van al mijn beperkte middelen om de wereld tot een betere planeet te maken. Ik ga er werk van maken, de verbeterde schepping, de fouten die Darwin en God hebben gemaakt, de inborst van de mens afwerken, bewustzijn in het productieproces brengen. Het wordt tijd haar eindelijk eens op te graven, onze bedovergrootmoeder, de deugd. Die kinderachtige verheerlijking van de ondeugd, lekker stout, dat heeft nu lang genoeg geduurd. Wij gaan dineren in een bos met een ingehuurde beroemdheid en schrijven elk 3 ideeën op om de wereld te veranderen. Niemand weet waar het heen gaat, wij gaan daar orde in aanbrengen. Omdat ik voor het goede ga werken, is mijn salaris enorm. Organogram. Links zit de ICT van ons gescheiden door logistiek. Schuin tegenover ons zit de financieel manager. Zijn kamer is groot en onzichtbaar. Als je binnentreedt zie je de leegte. Koel als cijfers, schitterend. Onder ons vult de commercie een uitgestrekte wijte. Parallel aan ons bestaansvlak, nog lager worden de karkassen verwerkt. Er lopen diagonalen van de planning naar de inkoop, van de koelcellen naar de receptie. In het midden, op het kruispunt van alle lijnen, woont de directeur in een kamer van glas. Lang nadat iedereen naar huis is gegaan, als de schemering het kantoor heeft overgenomen en de lichten knippen zich 1 voor 1 uit, steekt hij een sigaar op, vult zijn glazen kubus met een dikke witte mist. Onderwerp: dag collega's. Ik ben Koert, 28 jaar en kom per 18 augustus het Treblinka 2-team versterken in de functie van ondercommandant. Ik heb er veel zin in, doen waar ik voldoening uit haal bij een bedrijf dat bij mijn waarde aansluit. Ik heb een opleiding gevolgd tot kok en ben ook een jaar bij een vakslager in de leer geweest. Daarna heb ik in de diverse uithoeken van het T4 euthanasieprogramma gewerkt. Toen ben ik aan de slag gegaan bij het vernietigingskamp Belzec. Erg leuk en uitdagend, maar ik ben daar uit eigen beweging weggegaan om werk te gaan zoeken wat op alle vlakken bij mij past. Als ik iets leuk vind, ga ik er vol voor en daardoor heb ik nu de kans gekregen mijn droom in vervulling te brengen en daarvoor ben ik dankbaar. Sommigen van jullie kennen mij inmiddels als Ken. Prima hoor, knipoog. Ik zal de komende tijd gaan toezien op de arbeidscommando's, de aankomst van transporten en de transfer van de kleedruimtes naar de gaskamers. Wat betreft mijn hobby's, ik hou van boksen, paardrijden en ik ben gek met mijn hond Barry. Jullie hebben me vast al met hem zien wandelen. Pas op, hij heeft er een handje van om mensen naar het kruis te vliegen. Maar als ik er niet bij ben, kun je prima met hem spelen en mag je hem ook gerust plagen. Tot zover de korte introductie. Ik zie ernaar uit met jullie kennis te maken. Politeia. Ik wil niemand uitroeien, maar als ik per se iemand moest uitroeien, zouden het de Zwitsers zijn. De Russen kunnen we ook wel missen. Russen eruit, zonnepanelen erin. Het is tijd voor realisme in Den Haag. Mijn lievelingsstaatsvorm is de constitutionele dictatuur. Met een ceremoniële dictator aan het hoofd die lintjes doorknipt en tot zijn dood aan de macht blijft als hij wordt gelincht door het volk. De marteling als machtsmiddel mag niet uitgesloten worden, maar wel met duidelijke regels en een onafhankelijke toezichtshouder. Transparantie is daarbij belangrijk. Geen geweld meer achter gesloten deuren. De verkoop van literaire thrillers maakt immers duidelijk dat de huisvrouw veel geweld tekort komt in haar leven.
Het slachten van miljoenen dieren en het versnipperen van kuikentjes gebeurt voortaan op stadspleinen. We heffen de schaduwmaatschappij op. Het Jeugdjournaal bericht vanaf nu over de Nederlandse investeringen in wapenhandel en executietechnologie. Elk AZC krijgt zijn eigen reality show. Het IKEA een ballenbak met ingewanden. Jullie mogen kiezen. Nu een luchtig gedicht of een zwart gedicht? Luchtig, oké, okay, doe iets luchtigs. Deze voor Vladimir Poetin. Vladimir Vladimirovich, met je elfensnoetje. Ik wil geen propaganda bedrijven, maar je maakt het me zo moeilijk. O grote man in je strakke pak. Ik heb je plat gegoogeld, weet je dat? Altijd tot in de puntjes verzorgd, je haren netjes in model. Ik zie het wel, ik zie het wel. Ik zag je foto in die legerbroek bij de rivier. De hengel mannelijk geheven, bijna reikend tot aan de andere oever. Weet je nog bij de KGB hoe je de jongens liet kronkelen? En overal die foto's in je blote bast. Foto's waarop je een groot hard pistool in je hand houdt. Foto's waarop je je wijsvinger opsteekt. Het is een dikke vinger en soms hou je hem dicht bij je mond. O Vladimir, wij hoeven geen propaganda te bedrijven. Dat hebben wij niet nodig, jij en ik. Aan een gebaar heb ik genoeg. Als je scheef naar me kijkt uit je ooghoeken, Vladimir Vladimirovich, neusaapje van me, dan hoef je verder niks te zeggen. Laten we stil zijn met z'n tweetjes. Laat die mensen buiten maar schreeuwen.